Hallo, welkom bij de les met preposities. In deze video gaan wij de volgende preposities leren: plaats, richting en tijd. We gaan starten met de plaats, voorzetsels of preposities. De eerste afbeelding of de tekening: in de hond zit in de doos. Dit is een doos. Dit is de hond. De hond zit in de doos. Ik kan ook een andere zin maken. De hond zit in de doos. Ik kan ook zeggen: de hond slaapt in de doos. De hond staat in de doos. Je kan ook andere verba, dus werkwoorden, gebruiken. Op. De hond zit op de doos. Naast. De hond staat. Hij staat recht, een verticale positie. Staat naast de doos. Onder. De hond zit onder de doos. Voor. De hond zit voor de doos. Tussen. Hier zien wij twee dozen, dus pluraal. Dan wordt één doos twee dozen. Dus de hond zit tussen de dozen. Boven. We zien hier de hond boven de doos. Hij raakt de doos niet aan. Een ander voorbeeld misschien. De lamp hangt boven de tafel. De lamp hangt boven de tafel. De lamp raakt de tafel niet. Het is niet op de tafel, maar boven. Het hangt. Achter. De hond staat achter de doos. Nu gaan we kijken naar de preposities met richting. Hier zien we dat de hond beweegt. Dus niet stilstaat. Hij beweegt. Hij is een actie. Naar boven. De hond gaat naar boven. Naar beneden. De hond gaat naar beneden. Over. De hond springt. Hij springt over de doos. Van. De hond springt van de doos. Dus hij staat op de doos en dan springt hij van de doos. Uit. De hond springt uit de doos. In. De hond springt in de doos. Hij zit niet in de doos. Hij springt in de doos. Hij is een beweging, een actie. Rond. De hond loopt rond de doos. Lopen. De hond is derde persoon singularis, dus niet ik, niet jij, maar het is bij hij en zij, dus derde singularis. De hond loopt, stam plus t altijd. Door, de hond kruipt door de doos. Hij loopt niet, hij kruipt op de grond. Langs, de hond loopt langs de doos. Kijk, hier gebruiken wij naast, want hier staat hij. Hij staat stil, is niet in beweging. Maar als hij beweegt, hij loopt hier. Hij staat niet langs de doos, maar hij loopt langs de doos. De hond loopt langs de doos. We gaan kijken naar tijd. Om 9 uur, voor 9 uur, rond 9 uur en na 9 uur. Ik geef een voorbeeld. Ik ga om 9 uur naar school. Of 9:15 of 9:05. Ik ga voor 9 uur naar school. Rond betekent 9:05 of 9:10. 9:05 of 9:10. Ik weet het niet zeker. Ik ga rond 9 uur naar school.
Of ik ga na 9 uur naar school. 9:05, 9:10. Het is na 9 uur. Zo. Dit was de video met de preposities of de voorzetsels. Ik wens jullie allemaal heel veel succes!